Soms doe je een kaart voor de lol omdat je wat dubbele spelers over hebt en je weet niet waar het in moet. Van de Bomen was zo'n kaart. En nu is hij 90 rated en hij heeft echt een zieke kaart gekregen. Vandaag moeten we gaan kijken of we een team om hem heen kunnen bouwen op mijn Road to Glory. We gaan een eigenplayer pick doen, 83 keer 10. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we gauw beginnen met de Road to Glory video van vandaag. En vergeet het niet mensen, laat even een like achter op deze video. Bij 750 likes komt er morgen een gloednieuwe Road to Glory voor jullie uit. Als jullie die video's leuk vinden, dan weet je wat je te doen staat. We moeten vandaag dus gaan kijken hoe we Van de Bomen in het team gaan zetten. Als ik mijn drie middenvelders check, ja, dan is Valverde alleen sneller. Maar hij heeft wel twee playstyles. Zidane is sneller en heeft een betere dribbeling. En Frenkie is sneller en heeft een betere dribbeling. De vraag is welke van deze kaarten gaan er dan uit? Zidane spelen we op Cam. Nu heeft Van de Bomen echt wel hele goede stats voor een Cam. Zoals je kunt zien, high medium attacking work rates. 4 ster 5 star, 90 shooting, 93 passing. Het is echt een hele goede kaart geworden. Ja, hij moet eigenlijk wel in het team. Voor nu zouden we hem voor Frenkie de Jong erin kunnen zetten. Maar zoals je kunt zien, hij pakt niet de volle chemistry. Smith pakt ook niet de volle chemistry. Als ik een andere coach pak, dan krijgen mijn Franse spelers weer niet de volle chemistry. Dus ik hoop dat we vandaag een speler gaan pakken die ervoor gaat zorgen dat we die Nederlander op volle chemistry krijgen. Een Gullit zou bijvoorbeeld perfect zijn. Of een Cruijff, iets in die richting. Gewoon om die Nederlanders net even naar iets meer chemistry te krijgen. Het zou ook kunnen zijn dat we nog een Road to the Final kaart pakken. We moeten nog wat 83 keer 10's doen. En er zijn een aantal best wel leuke uit. Van deze niet zo heel erg veel bijzondere spelers. Geen spelers in ieder geval die wij gaan gebruiken. Ook hier, ja, misschien dat je een Ansu Fati wel in je team kan verwerken. Maar dat is het eigenlijk wel als deze zijn volle upgrades krijgt trouwens. Wordt het ook wel echt een hele zieke kaart. Deze heeft potentie. Deze zouden we eventueel team in moeten kunnen krijgen met een beetje geluk. Maar ja, dan moeten we hem eerst zien te pakken. En dat gaat niet zo snel lukken, want het is een kaart van 1,6 miljoen. Laten we eerlijk zijn, dat is lastig. En bij de UCL Road to the Final kaarten is het de vraag, gaat er eentje tussen zitten die echt gaat helpen voor de chemistry? Ik betwijfel het. Het zou kunnen zijn dat je Xavi Simons dan pakt. Nou, die is 4-star, 4-star, kan op rechtswing en leftwing. Dat is geinig. Heeft best wel veel playstyles. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik zie Xavi Simons niet naar de finale gaan. Echt niet. En dat ligt niet aan hem, maar dat ligt gewoon aan de rest van zijn team die niet zo heel bijzonder goed zijn. Lastig. Xavi Simons zouden we kunnen pakken, maar we moeten gewoon hopen dat we een goede icon pakken, dat we Toni Kroos pakken. Misschien een P3, een Guardiol, die zouden nog wel kunnen helpen om het team op een bepaalde manier naar volle cam te krijgen. Maar ja, die Van de Bomen moet gewoon volle cam pakken. En dat is gewoon aan de lastige kant. Want ik wil ook weer niet echt downgraden met mijn team, weet je wel. Nu hebben we natuurlijk Frenkie de Jong, die is Nederlands, die kan er eventueel in. Verder, als we gaan kijken naar wat ik aan Nederlanders in de club heb, we zouden Van de Sar weer kunnen spelen. Dat is een optie, maar dan halen we onze Team of the Year kaart eruit en dat vind ik ook een beetje zonde. Ik heb deze Gakpo kaart, mochten we hem in een evolutie kunnen stoppen, ja, dan wordt die heel interessant. Karstorp vind ik niet goed genoeg. Dumfries niet. Malen niet. Dus de enige optie die we eigenlijk hebben is Van de Sar. Die zouden we kunnen spelen. Dan krijgt Van de Bomen volle cam. Alleen Smith ontbreekt er nog op een klein beetje chemistry. Maar de vraag is, is het waard om Alisson eruit te halen voor Van de Sar? Als Alisson letterlijk op elke stat beter is dan Van de Sar. Dat is een beetje, ja, het is niet makkelijk jongens. Als het makkelijk was, had ik de oplossing snel gevonden. We gaan gauw de 83 keer 10 doen, want het is hopen dat we daar dan misschien nog iets leuks uit kunnen pakken. Alle folder die we overhouden gaat lekker de 87 plus base, Thunderstruck of Winter Wildcard Icon Player Pick in. Misschien dat we daar dan nog een Gullit of een Cruijff uit pakken. Ja, we moeten het gewoon proberen. Het is heel simpel. We gaan beginnen met de 83 keer 10's. En het is hopen dat deze vandaag wat beter voor me zijn. Tot nu toe hebben we wel wat walkouts al kunnen opbouwen. Zoals je kunt zien, na die paar dagen 83 keer 10's. Lewandowski en Messi zijn heel erg handig. Die kunnen we heel goed gebruiken. En de rest van de folder is leuk. Dat komt ook echt nog wel van pas. Maar de vraag is alleen wanneer en met hoeveel en dat soort dingen. Ik ben wel een beetje door mijn 82 en 83 rated spelers heen. Dus we moeten een beetje creatief gaan worden met de oplossingen hier. Misschien dat we ergens een 84 moeten inleveren of twee. Ik heb in ieder geval nog genoeg Team of the Weeks. Dus daar hoef ik me nog niet druk om te maken, wat wel heel erg fijn is. Ga ik ook zeker weten nog niet doen. En het is gewoon hopen dat we inderdaad gewoon lekker zo de chemistry telkens aan kunnen tikken. Zo'n 83 keer 10 kunnen krijgen. En hopelijk even iets leuks kunnen pakken, want het is tot nu toe nog niet heel veel gebeurd deze week. Nu is het ook een redelijk rustige week, laten we eerlijk zijn. Future Stars begint vanavond al. Heel erg veel zin in. Ben heel erg benieuwd of het leuk gaat worden. We beginnen in ieder geval met een walkout in de eerste 83 keer 10. Het is Eudekaart. Die hebben we nog niet. Is een dubbele walkout? Nee. Dus we krijgen 1,87 en daar moeten we het mee doen. Dan is het hopen dat we nog een inform kunnen pakken. Maar dat doen we niet. En ik heb Eudegaard blijkbaar wel al.
We gaan exact dezelfde pack gewoon weer inleveren in de volgende SBC. Ja, je kunt niet heel veel anders. Laat me in de comments even weten of jullie al iets leuks gepakt hebben uit deze 83x10's deze week. Mijn beste speler is dus Messi geweest. Leuke fodder, maar ja, tegenwoordig niet meer echt iets wat in mijn team komt. En vergeet geen leuke comment achter te laten, want dan heb je kans om in een video te komen met de comment van de dag. Vandaag hebben we deze comment. Dankjewel voor de support, jongens. Super tof om te zien. Vergeet dus niet even te liken, laat een leuke comment achter, abonneer als je nieuw bent. En dan is het hopen dat we even een goede speler kunnen packen in onze tweede 83x10. Zullen we in ieder geval proberen om de 84's nog heel even te bewaren? Ik denk dat dat wel handig is. Nu heb ik zo'n gevoel dat het verder ook wel moet lukken met de spelers die hier staan. We hebben alleen nog even een Team of the Week nodig. Die hebben we genoeg gelukkig. Zoals ik al zei, dat is geen probleem. We kunnen gewoon een 83 raidertje gebruiken hier. En dan is dit in ieder geval ready. Kunnen we de tweede 83x10 gaan openen. En dan is de hoop op walkouts. Want die hebben we nodig voor die Ike player pick. Ik wil namelijk geen coins uitgeven. De Road to Glory heeft nog steeds maar 212.000 coins. En ja, ik moet gewoon rustig aan doen met die coins. Ik wil ze opbouwen. Zodat we in ieder geval weer een miljoen hebben. Waarmee we dan gewoon leuke upgrade packs kunnen doen. En dat soort dingen. Maar tot die tijd is het heel eventjes hopen dat we goede dingen packen. Ik hoop dat dit een walkout is. Daar lijkt het wel op. Is het Pajor? Ja, dat is een 87. Dat is niet slecht. En het is een dubbele walkout, boys. Oké. Wie gaat er nog achter zitten, is de grote vraag. Geen slecht begin dit. Dit lijkt er meer op. Twee walkouts in één pack. Pop erbij. Kijk, dat is goed. Daar kan ik van genieten, jongens. Dat is nice. Oh, en we krijgen ook nog een level. Dat is ook niet gek. Als zij nou even in een goede evolutie kan, wordt het echt een leuke kaart. En dan kan ik die linken met Smith. Halen we Mbappé eruit misschien, weet ik veel. Dat zou helemaal niet gek zijn. Maar eerst moeten we even een derde 83x10 doen. Drie walkouts erbij. Dat is goed. Dat is letterlijk het tiende van zo'n Ike player pick die we gewoon gekregen hebben. Dit is de derde squad. Leveren we ook in. Ik baal wel dat we geen informs hebben teruggekregen tot nu toe uit die packs. Het zou fijn zijn om dat in de laatste wel nog even te doen. Dan hebben we in ieder geval iets overgehouden nog aan informs. Zoals jullie kunnen zien aan mijn neus. Ben ik een beetje ziekjes. Ik loop echt te niezen. Ik ben verkouden. Het is vreselijk. Hopelijk wordt de 83x10 minder vreselijk, joh. Wie weet. Zou fijn zijn. Komt u maar. Ik wil een special card zien. Dat is gewoon nog niet gelukt. En dat lukt ook hier weer niet. Maar we krijgen wel een walkout. Dat is fijn. Kunnen we goed gebruiken. Dit is Oberdorf. En het is weer een dubbele walkout. Dus we krijgen een 87. En we krijgen een 88. Nice. Nou, als hier ook nog een inform in zit, zou het perfect zijn. Want dan kunnen we die Icon Player Pick zonder problemen gaan doen. En dat zit er niet in. Maar ik denk wel dat we een heel stuk moeten komen met die Icon Player Pick. Dus dat gaan we meteen even checken. We gaan dit gewoon inleveren voor de 87 rated squad. Dan hebben we meteen de twee dubbele spelers gebruikt. Dat is fijn. Moeten we nog twee 86 rated squads zien te doen. Ik ben heel erg benieuwd of dit gaat lukken. Want mijn club is niet gigantisch stacked. En we hebben ook nog geen upgrade gezien voor in het team die van de bomen lekkerder linkt. Ja, jullie moeten me in de comments echt even laten weten of we niet gewoon met Van der Sar moeten gaan spelen. Nou, deze gouden spelers zijn leuk, maar we hebben er niet gek veel aan. Misschien dat ik nog wel 82 plus packs klaarzet bij de Road to Glory na de marquee matchups, want die zijn ook uitgekomen. En dat we dan hopelijk daar nog een leuke Future Star uit gaan pakken. Ik weet het niet. We moeten maar zien hoe leuk dat team wordt. Ja jongens, moeten we toch best wel een hoop gaan inleveren. Maar we gaan het wel weer gewoon doen. We hebben Cafu laatst gekregen in de vorige player pick. Dat was heel erg lekker. Een Nederlander, een Cruijff of een Gullit zou zo perfect zijn vandaag, jongens. Maar ik zie het niet gebeuren. Weet je, we moeten niet pessimistisch zijn. Wie weet hebben we gewoon geluk. Het kan gewoon. Gewoon vertrouwen houden. Nog 1,86 rated squad te gaan. Kom op, laat me gewoon even redden met de gouden spelers die ik in de club heb. Je zou toch moeten denken dat we dit wel kunnen doen. Ja, oké. Helemaal niet gek. Dan is al mijn fodder, echt alles is op. Maar we hebben wel weer een Icon player pick. En het is hopen dat we even een goede speler gaan krijgen die van de bomen kan linken. Voor wat extra chemistry. Of een goede Fransman. Zou ook niet slecht zijn. Maar dan zouden we een Thunderstruck Henry moeten krijgen of zo. Dat wordt ook lastig. Weet je wat? We gaan het zien. We hopen gewoon op een win. En het liefst een Nederlandse win. Komt u maar, jij. Geef me even iets lekkers. We beginnen slecht. En het blijft ook best wel heel erg slecht. Geen van deze spelers gaat met teaming komen. Ik denk wel dat Butragueño de beste kaart van het stel is. Op zich is Barnes ook niet slecht overigens. Maar deze kaart is daadwerkelijk beter. 5-star weak foot helpt natuurlijk heel erg goed mee. Goede pace, dribbling, shooting is redelijk. Is op zich nog wel een geinig kaartje. Is ook nog wel een 500.000 waard. Dus het is sowieso een win natuurlijk uit deze player pick. En een win is nice, een win is leuk. Maar het gaat me niet helpen in mijn team, ben ik bang. Dus dat is balen. Ja, dan moeten we denk ik toch maar Van der Sar gaan spelen, jongens. Maar dat is ook niet erg. Weet je, dan zet ik Alisson heel even op de bank. Kijk ik even of Van der Sar nog goed voor me speelt. En dan hebben we in ieder geval Van de Bomen weer op volle cam. En die kan op CDM echt heel goed voor ons gaan spelen. Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat ik hem als CDM ga spelen en dat we Zidane gewoon op cam houden. En we hebben Zidane ook echt nodig voor de chemistry. Maar goed, weet je wat? Leuk. Dan hebben we in ieder geval Van de Bomen erin staan op volle cam. Spelen we weer met Van der Sar in plaats van Alisson. Vind ik ergens wel een beetje jammer. Ah, weet je, dat is helemaal niet gek. En dan zouden we eventueel Van de Bomen
nog wel rood kunnen maken. Want die gaat niet meer upgraden. Ik denk ook niet dat we hem gaan inleveren dit jaar. En ik heb nog een speler die we kunnen upgraden. En dan vind ik het wel leuk om dat een keertje een Nederlander te maken. Dus als we Van de Bomen pakken hier, kunnen we hem gewoon rood maken. Dat is geinig. Dat moeten we gewoon doen. Maar dan moet de evolutie wel starten wanneer ik op de knop druk. Waarom gebeurt er niks? Jongens, waarom werkt dit niet? Nou, hebben we nog een 15k pack te openen. Gaat hier nog wat leuks in zitten wat me wat coins oplevert. Zou ik stiekem wel geinig vinden. Krijgen we Bellingham. Oh, dat is leuk. Die kunnen we verkopen. Het zullen niet gigantisch veel centen zijn. Maar hey, centjes en centjes. Helemaal niet gek. Hoeveel is die waard? Toch een goede 16.000 coins, denk ik bijna. 15.500, zoiets. Nou, dat zijn 15.500 coins die ik met plezier ga pakken. En dan hebben we nog één laatste ding te doen vandaag op de Road to Glory. En dat is even een preview pack. Waarom niet? Nou, er zit niks in. Nee, we moeten heel veel snel de marquee matchups doen. Kijken of we nog geluk hebben en even een extra walkoutje pakken. En dat is squad nummer 4. Geen cent hoeven uitgeven. Altijd fijn. Laten we even kijken of we iets kunnen pakken. We beginnen met de slechtste pack. Er zit ook niks goeds in. Pack nummer 2. Ook niks goeds. Pack nummer 3 dan. Hier kregen we net een Bellingham uit de 15k pack. Wat krijgen we er nu uit? Ik denk niks bijzonders. Al kunnen we een 84 natuurlijk wel verkopen voor 2k. Dus het is toch weer 2000 coins. En dan hebben we nog twee laatste packs te gaan voor vandaag. In de ene laatste zit helemaal niks. Dit zal Romero zijn of Otamendi. Dit is Otamendi. En in de laatste pack voor vandaag krijgen we nog iets leuks. Het lijkt er niet op. Dit is een 82 ratertje. Nou mensen, dat was het voor de Road to Glory. Best prima icon pack gekregen. Hele leuke upgrade voor het team gekregen in Van de Bomen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet te liken, reageren en abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe video. Later.